We hebben gezien dat als kind van God je niet in onzekerheid hoeft te leven. Ik heb al een paar predikingen hierover gegeven. En het is goed dat je ze gemist hebt om ze toch weer te beluisteren via YouTube of hoe dan ook. Want ik zie dat God ons aan het positioneren is om nog meer door te breken als ooit. Geloof in Christus is grote zekerheid. Een paar avonden geleden in mijn slaap hoor ik keihard: ik deed het allemaal voor jou. Wonderlijk zeg. Ik heb erover gesproken in Leerdam. En we hebben ook mooie dingen daar gezien. Ik heb het hier aangehaald afgelopen woensdag. Ik deed het allemaal voor jou. Ik deed het allemaal voor jou. Allemaal voor jou. En ik ben hier gekomen om je te vertellen dat wat Jezus gedaan heeft, was allemaal voor jou. Allemaal. Helemaal. 100% voor jou. Hij deed het voor jou, niet voor zichzelf. Toen hij voor Pilatus stond, als hij vrij wilde komen, had hij zichzelf vrij gepleit. Pilatus heeft alles gedaan om Jezus los te laten. Hij heeft de man tegengewerkt. Het is hetzelfde dat je in de rechtszaal bent en de rechter probeert je vrij te krijgen, of de officier van justitie, of wie het allemaal mag zijn, en jij werkt tegen. Dan zegt iedereen: ben gek, ze willen je helpen. Maar Jezus werkt tegen. Hij werkt tegen. Hij wil sterven. Hij wil doodgaan. Hij wil doodgaan. Hij wil doodgaan. Hij wil sterven. Hij wil sterven. Hij wil sterven. We lezen zo makkelijker overheen. Hij wil sterven. Hij wil sterven. Hij wil sterven. Pilatus doet alles om hem vrij te krijgen. Op sommige vragen van Pilatus antwoordt hij niet eens. Dat Pilatus eigenlijk geïrriteerd raakt. Hij zegt: weet je wel wie ik ben, man? Ik ben de rechterhand van Rome. Hij zegt: ik kan je eigenlijk zo, ik kan je over, ik heb macht om je te doden. En macht om je vrij te laten. En Jezus kijkt de man en zegt: dat denk je. Dat denk je. Onbevreesd, hij zegt: je denkt dat je macht hebt. Je hebt macht gekregen. Hij zegt: en als ik knip met mijn vinger nu, komen hemelse wezens. En jij bestaat niet, het hele leger bestaat niet. En dat kon hij zeggen, want toen ze kwamen om hem gevangen te nemen, en ze vroegen, en hij vroeg hen: wie zoeken jullie? En ze zeiden: Jezus. Hij zegt: ik ben het. Bab, 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 bab. Allemaal op de grond. Het vallen in de geest wat we zien hier in de kerk heeft toch met Gods kracht te maken. Sommige mensen snappen het niet. Als je bidt en iemand valt, denk je zo: wat is dat? Het is Bijbels. Het is de kracht van God waardoor jij niet kan blijven staan op je benen. En een heel leger komt om Jezus gevangen te nemen. En jij zegt: wie zoeken jullie? Jezus. Hij zegt: ik ben het. Bop, 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 bop. Liggen allemaal op de grond. Ze liggen allemaal op de grond. En ze staan op. Hij zegt: ik zei toch, wie zoek je? Ze zeiden: Jezus. Hij zegt: ik ben het, neem mij. Dus ze konden hem pas nemen toen hij toestemming gaf. Ja. Ik weet dat ik aan de postweg onder de salving van Gods geest, ik weet niet hoe lang, langer dan zo'n uur op de grond heb gelegen. Ik kon niet opstaan. Er was zo'n beweging van God. Het is hetzelfde wat mijn vrouw heeft gehad vorig jaar mei, dat ze halve dag niet kan praten. Het is geen kleine God die je dient. Terwijl ik preek, raak God mensen ook aan in de zaal. Je zit in de zaal en je denkt: wat voel ik? Is de geest van God die met je bezig is? En Jezus wilde sterven. Hij wilde sterven. En waarom? Hij wilde jou en mij vrij krijgen. Hij wilde dat jij en ik een ander soort leven zouden hebben. En dat we niet langer staan onder onderdrukking van boze machten en van de duisternis. Hij wilde sterven. En hij deed het voor jou. Jouw naam staat in de Bijbel. Moet ik je laten zien dat je naam in de Bijbel staat? Geef me Johannes 3, vers 16. Jouw naam staat in de Bijbel. Dat kan niet, ouder. Ik heet Ricardo.
Laat mij zien waar in de Bijbel Ricardo staat. Wel, ik zal het je laten zien. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God Ricardo gehad. Nee, er staat wereld. Maar wereld staat voor alle mensen, Ricardo, en daar ben jij bij. Want al zo lief heeft God Shirley gehad. Nee, er staat wereld. Die wereld is niet de aardbol, die wereld zijn alle mensen. Want zo lief heeft God Beb gehad, Dirk gehad, Frederik gehad. In Afrika, Lumumba gehad. Ja. Waarom lach je nou? Het is zo. In Afrika, in India, Sham. Ja. En Lal. In Nederland, Jan. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon Jezus gegeven heeft, opdat Ricardo, opdat Edgar, een ieder, als de Bijenkorf morgen zegt, een ieder die komt heeft vandaag een gratis pak, dan hebben ze mij uitgenodigd. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Dit is alles wat hij voor jou gedaan heeft. Eeuwig leven is al het goede van God voor jou, voor alle mensen. Alles wat alle mensen hoeven te doen, is dit ding geloven. En ze krijgen de ervaring dat het waar is. Hoeveel mensen hier weten 100% zeker dat Jezus leeft? Jongen. En mocht je denken dat jij de enige bent, ik vraag het in India, ik vraag het in Panama, ik vraag het in Amerika, handen gaan omhoog. Omdat wanneer Jezus is binnengekomen, weet je het. Als jij weet dat Jezus bij jou is binnengekomen, laat me een goede amen horen. Amen. Je weet het. En iemand kan zeggen, hoe weet je het? Zeg je openbaringskennis. Openbaringskennis. God heeft het me bekend gemaakt. En jij bent niet de enige. Lopen, ik weet niet hoeveel mensen rond die dit weten. Dus geloof in Jezus Christus is niet een onzeker iets. Geloof in Jezus brengt grote zekerheid. Die amen die ik zo net gehoord heb, is grote zekerheid. Amen. Hoeveel mensen hier weten met grote zekerheid dat Jezus in jou leeft? Amen. Is grote zekerheid. Grote zekerheid. En dat is niet alleen omdat je weet dat je naar de hemel gaat. Diezelfde zekerheid geldt voor het hele leven. Je moet met God leren wandelen. Ik deed het allemaal voor jou. Je mag dit opschrijven. Hij deed het allemaal voor jou. Voor jou. Voor jou. Voor jou. Laat ons gaan naar Romeinen 10 vers 12. Romeinen 10 vers 12. En het mag uit Groot Nieuws Bijbel. Vind je naam in de Bijbel. Je moet je naam in de Bijbel vinden. Ik zoek mijn naam iedere keer in de Bijbel. Ja, elke keer zoek ik mijn naam in mijn Bijbel. Zeg ik, wauw, ik heb laatst opgeschreven. Dit boek is aan mij geschreven. Dit boek is aan mij geschreven. En dan kijken wij naar Romeinen hoofdstuk 10 vers 12, Groot Nieuws Bijbel. Ik hoop dat we het gauw krijgen. En want daar staat ook jouw naam op een hele bijzondere wijze. Nou, en als het er is, geef me eens een. Romeinen 10 vers 12 zegt, staat in Groot Nieuws Bijbel. Want het maakt geen verschil of je een Jood of geen Jood bent. Wauw. Want God probeert onze aandacht te pakken. Het maakt geen verschil of je Jood of geen Jood bent. We hebben allemaal dezelfde Heer. Zijn rijkdom is voor allen die hem aanroepen. Daar is weer je naam. Daar is je naam. En het is nog niet op de beamer, maar je kan het opzoeken in je eigen Bijbel. Romeinen 10 vers 12. Want het maakt geen verschil of u Jood of geen Jood bent. En Oud Testament, of nu in die dagen, Oud Testament, is dat je Jood en de rest.
En daarom zegt Paulus hier, het maakt niet uit of je Jood of geen Jood bent. Wij hebben allemaal, dat is weer je naam. We hebben allemaal dezelfde Heer. En dan staat er, zijn rijkdom is voor allen die hem aanroepen. Zijn rijkdom is voor allen die hem aanroepen. Hier is het. Want het maakt geen... God is aan het praten. Hoeveel weten dat de Bijbel door de Heilige Geest is geschreven? Het staat in het boek. De Bijbel zegt, geestgeïnspireerde mensen hebben geschreven. Dus eigenlijk is het God die hier tot je praat. Want het maakt geen verschil, Edgar Holder, of je Jood of geen Jood bent. Wij hebben allemaal dezelfde Heer. Hoeveel hier zeggen, hij is mijn Heer? Amen. Zeg het luid op, hij is mijn Heer. Oké, we hebben allemaal dezelfde Heer. Zijn rijkdom is voor allen die hem aanroepen. Amen. Zijn rijkdom is voor jou. Ja. Aanroepen betekent tot hem komen, met hem wandelen, met hem leven, in constant contact. Zijn rijkdom is voor jou. 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 Het staat er. Zijn rijkdom is voor allen. Dit is mijn naam. Allen is mijn naam. Allemaal is mijn naam. Zijn rijkdom is voor allen. Let op, hij heeft geen armoede. Let op, hij heeft geen misère. Hij heeft geen nederlaag. Hij heeft geen vroeg doodgaan en al die dingen. Hij heeft rijkdom voor ons. Hij heeft leven voor ons. En eigenlijk is het belangrijk dat jij en ik dit leren geloven. He? Want voor allen die hem aanroepen. Geef me het volgende vers als het lukt. Ja? Voor allen die hem aanroepen. Dit is vers 12. Ik denk dat vers 13 ook mooi is. De rijkdom van God is voor jou en voor mij. En je moet dat leren geloven. Je moet dat ding persoonlijk maken. In het Engels zeg je, you have to boil it down. He? Je moet het brengen tot een punt dat het voor jou is. En al die versen daar laten zien dat het voor jou is. Ga die Bijbel maar lezen. Romeinen 10, vers 9, vers 10, vers 11, vers 12, vers 13. Vertelt ons dat God het goede voor ons allemaal heeft. Oké, straks komt het weer. Nu, de discipel hoeft dus niet een onzeker leven te leven. Amen. De discipel hoeft niet een onzeker leven te leven. God heeft je nooit daartoe geroepen. God heeft je niet geroepen tot een leven van vrees en angst, twijfel en nederlaag. God heeft je geroepen om in een onwankelbaar koninkrijk te leven. In zijn koninkrijk. Ik herhaal een paar dingen hier om je te helpen. Het systeem van God is onwankelbaar. Het systeem van deze wereld is hartstikke wankelbaar. En dan gaan we naar Filippenzen 1, vers 6, de tekst die we hebben gebruikt de afgelopen weken. Van één ding ben ik zeker. Van één ding ben ik zeker. Hij die dit goede werk door jou begonnen is, zal het ook tot een goed einde brengen tot de dag van Christus Jezus, tot de wederkomst. Paulus zegt hier, hiervan ben ik zeker. Eén ding. Eigenlijk is het ook de Heilige Geest die hier weer praat. Van één ding ben ik zeker, dat God die een goede werk is begonnen. Let op, een goede werk. Hij heeft je gered. Hij heeft je zijn rijkdom gegeven. Dat is het goede werk wat God is begonnen in jou. Paulus zegt, ik weet zeker, hij is het begonnen en hij zal het ontwikkelen. Het Engels zegt, develop. Hij zal het ontwikkelen en uitwerken binnen in jou. Hij zal dit doen, dit goede werk, hij zal het tot een goed einde brengen op de dag van Jezus zijn wederkomst. Dus je hebt de garantie dat God goed in jou bezig wil zijn totdat Jezus terugkomt. Hoor je dit? Je hebt de garantie dat God het goede in jou wil bewerkstelligen wat Jezus heeft volbracht aan het kruis, totdat Jezus terugkomt. Dus je hebt geen reden om verkeerde dingen van God te verwachten. Als wij verder in God willen komen, zullen we God moeten geloven dwars tegen de mening van mensen in.
Als wij verder in ons geloof willen komen, zullen we God moeten geloven dwars tegen de mening van mensen. Amen. Laat ik je helpen. Jezus is opgestaan uit het graf. Ze hebben hem zien sterven aan een kruis. Ze hebben hem horen uitroepen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ze hebben gezien hoe een Romein met een speer door zijn hartzak steekt. Jezus was moorsdood. En dan na drie dagen, drie nachten, staat hij weer voor ze. En dan, 40 dagen lang, zit een man die dood is geweest, begraven, 3 dagen, 3 nachten in het graf. Na 3 dagen, 3 nachten zit diezelfde man 40 dagen lang met je te praten. Snap je wat er met je gebeurt? Hij is dood geweest. Moorsdood. Gehangen aan een kruis. Gebalsemd, gewikkeld in linnen doeken, in doeken zoals de Joden je konden balsemen. Mocht je niet dood zijn, ging je wel dood door het balsemen, want je was helemaal ingepakt. Maar Jezus was dood. Na 3 dagen, 3 nachten zei diezelfde man, als ik daar was geweest, had ik gedacht, eer, als jij en ik daar waren geweest, had ik gezegd, begrijp jij dit? Want we zitten erover te praten alsof het gewoon is. Maar de man was dood. En dan zit hij je te vertellen, kijk, luister jongens, heb je vis, heb je wat te eten voor mij? Want hij heeft gegeten. Ook dat nog. Dan loop je toch verdwaasd naar de keuken om eten te halen. Terwijl je loopt kijken of hij daar nog zit. Ik wil je alleen maar laten zien dat dit heel bijzonder is. En dan vertelt hij ze dat ze na 10 dagen vervuld zullen worden met de Heilige Geest, al die dingen. Probeer het geloof niet op jouw kleine hersenen te brengen. Dit is groter dan je hersenen. Mijn vader is al jaren dood. Als die man in één keer naast me zou zitten en zeggen, Ed, wijs van spreken, is niet normaal. Jezus komt terug. En praat met ze. Als jij zegt, ik ben een christen, zal je moeten leren God te geloven en God te vertrouwen. Dwars tegen de mening van mensen in, die denken dat ze slimmer als God zijn. De Bijbel zegt, waar is de slimme, waar is de wijze persoon? Waar zijn die mensen die denken dat ze zo slim is? Laten ze maar uitleggen hoe het koninkrijk van God werkt. Laat een professor mij uitleggen hoe Jezus terug is gekomen uit de dood. Laat een directeur me uitleggen hoe Jezus naast 3 dagen dood, 3 nachten in het graf, terug kan komen en praten en instructies aan zijn mensen geven. Is niet te verklaren. En jij en ik moeten durven God te geloven, dwars door alles heen. En hier zegt hij, ik ben een goed werk in jou begonnen en ik wil het voortzetten tot de wederkomst. Daar moet je gewoon amen op zeggen. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, ik geloof in het goede werk van God in mijn leven. Het is een goed werk. Ik ben geroepen tot een goed leven met de Heer. Niet zonder problemen, niet zonder moeilijkheden, maar wel met doorbraak. Kunnen we de Heer danken, mensen. Ik begrijp niet alles. Ik begrijp niet hoe iemand die gigantisch ziek is, het volgende moment gezond is.
Ik begrijp niet dat iemand die eerst vloekt, het volgende moment zegt, Jezus is Heer. Ik snap niet hoe God bovennatuurlijke dingen doet. Ik snap het niet, maar ik hoef het niet te snappen. Ik vroeg mijn dochter hier. Ze werkte in het Erasmus. Dus ik vroeg haar, want die zuster La Parra, die hier is genezen, van, ze heeft 2 hersenbloedingen gehad, kon niet meer schrijven, kon niet lezen en sprak heel moeilijk. Binnen een paar seconden praat die vrouw gewoon. Ze schrijft en ze leest. Ik vroeg mijn dochter, ik zeg, begrijp je dit? Ze keek, man, ze zei, pa, dit moet je gewoon accepteren. Ze is farmacundige. Ze zegt, pa, ze heeft het op een rijtje. Ze zegt, pa, dit moet je gewoon accepteren. Want als je erover gaat denken, raak je het kwijt. Een wonder kan je niet begrijpen. We dienen een God die groter is dan jouw hersenen en mijn hersenen. We dienen een God die het meest wonderbaarlijke voor jou kan doen als je hem durft te geloven. We moeten in het bovennatuurlijke geloven, mensen. Ja. Hoe kan het dat een student die heel wat andere dingen in zijn hoofd heeft, doet wat ik doe vandaag de dag? Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Alles wat ik kan zeggen is, het is God. Ik begrijp het niet. Ik kijk naar alles wat er gebeurt in onze bediening. Dan denk ik, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Na al die jaren kijk ik en ik denk, dit is niet Edgar Holder en Irma Holder. Dit is een levende God die werkt en doet wat hij beloofd heeft dat hij gaat doen. Ik kan dit niet begrijpen. Met mijn hersenen begrijp ik het niet. Ik kan het niet begrijpen. Alles wat ik weet is, hij heeft gezegd dat hij het zal doen en ik zie dat hij het doet. Je moet leren God te geloven. Ook als het niet gelijk verandert, hij is een goed werk in jou begonnen en hij is in staat het uit te werken voor je. Wauw. Nou, als je toch klapt, klapt goed voor hem. Ik voel hem praten, hè. God praat tot je. Als je me naar achteren ziet lopen, iemand die niet gered is, denkt hij loopt een beetje naar achteren. Maar als ik niks doe, ga ik. De presence van de Heer, zijn tegenwoordigheid is hier. Hij praat tot je. Probeer hem niet te vangen in jouw klein denken. Kijk uit het raam naar die groot universum, dat groot universum en weet dat hij het gemaakt heeft. En weet dat hij in staat is jou te helpen. En weet dat hij gekomen is om jouw eeuwig leven te geven. God geeft jou garantie op levenslang succes. Het kan me niet schelen of sommige mensen dit niet willen accepteren, is jouw probleem. Ik zeg je wat God zegt. God geeft jou garantie op levenslang succes. Je hoeft het niet te begrijpen, maar als je het gelooft, gaat God het uitwerken voor jou. Ik ga niet preken om mensen te behagen, ik preek om God in het midden te zetten. De Bijbel zegt, alles wat je onderneemt zal gelukken. Lees Psalm 1 maar. Alles wat je onderneemt zal gelukken als je met hem leert wandelen. En Jezus heeft bewezen dat dit kan. Je zal moeten begrijpen dat je bent geroepen tot een bovennatuurlijk leven. Een man die 3 dagen en 3 nachten in het graf is geweest, zit 40 dagen lang met je te praten. Je snapt toch dat je hersenen hartstikke in de war zijn? Laat je hersenen denken, de Heer... Als je bij je hersenen gaat, ren je weg. Dan moet je geloven. Gewoon geloof, hij is teruggekomen. Nou, Hebreeën hoofdstuk 6, vers 17 tot 19. Ik hoop dat de beamer me snel hiermee kan helpen. Hebreeën 6, vers 17 tot 19 en Grootnieuwsbijbel. Laat ons een beetje lezen hier. Kijk naar wat God tegen jou zegt. Want hij is een goed werk in je begonnen en hij wil het uitwerken. En dit is wat hij tegen jou zegt. Hij daagt je uit. God is een uitdager. God is een uitdager. Hij stuurt Mozes naar Egypte. Uitdaging. Hij zegt tegen Maria, je gaat de Messias worden jou geboren. Uitdaging. Hebreeën 6 vers 17. Nu heeft God degenen voor wie de belofte bestemd is, ten overvloede
de onwankelbaarheid van zijn besluit willen tonen door die belofte met een eed te bekrachtigen. En dat zijn jij en ik. En het heeft met de gelovigen te maken die ons zijn voorgegaan, onder andere Abraham. Hè? Maar nu heeft God degene voor wie de belofte bestemd is, ter overvloede, en dat zijn wij, want Jezus was de belofte van God voor ons allemaal. Nu heeft God degene voor wie de belofte bestemd is, ten overvloede de onwrikbaarheid van zijn besluit willen tonen. De onwrikbaarheid van zijn taraka gandarabaya. De onwrikbaarheid van zijn besluit. De onwrikbaarheid van zijn besluit. Niet een besluit van de Tweede Kamer. Besluit van het Witte Huis. Besluit van het Kremlin. Dit is het besluit van Almachtige God. De onwrikbaarheid van zijn besluit willen tonen. Door die belofte met een eed te bekrachtigen. Dus we praten over twee dingen hier. We praten over een belofte en een eed. Als God jou een belofte doet, hoeft hij geen eed daaraan toe te voegen. Als God een belofte doet, is het zeker. Maar nadat hij een belofte gedaan heeft, heeft hij ook nog gezworen. Jezus zegt, oh. Ik gebruik de naam Jezus nou met respect hoor. Dit is bijzonder. Geef me Genesis hoofdstuk 12, vers 7. Ik wil je laten zien. God, Tamanta, Roka, Raka, Haya. We worden uitgedaagd vandaag om in het goede van God te geloven en het goede van God te verwachten. Genesis 12, vers 7. Daar verscheen de Heer aan Abraham en zei: dit land zal ik aan je nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plek een altaar voor de Heer. En geef me vers 2, Genesis 12, vers 2. Wauw. Genesis 12, vers 2. Waar God dus Abraham die grote belofte doet. Hij verscheen aan Abraham en hij zei: dit land zal ik aan je nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham daar een altaar op die plek. Maar eigenlijk geeft hij hem daarvoor dus zijn belofte, dat Abraham een vader van vele volkeren zal worden. Lukt het, Biemer? Genesis 12, vers 2. Ja. Wauw. Dit is een belofte. God belooft Abraham hier iets. God komt naar Abraham toe. Abraham gaat niet naar God toe. God komt naar Abraham. En God belooft Abraham iets. God belooft de man iets. Dus God wil het hier. Ik maak je stamvader van een groot volk. Ik zal je voorspoed geven voor mensen die er niet van houden. Lees het goed met je ogen. Voorspoed. Amen. Voor mensen die kritiek op voorspoed hebben, lees het. Hier staat het. En als je naar de grondtekst gaat, kom je erachter dat het echt dit bedoeld is. Ik zal je tot een stamvader van een groot volk maken. Ik zal je voorspoed geven. Met eerbied zullen de mensen over je spreken. Bij uitstek gezegend zul je zijn. Bij uitstek gezegend zul je zijn. God zegt dit. Is een belofte die God een man geeft. Hij geeft hem geen ellende, hij geeft hem een belofte. En geef me Genesis 22, want je kunt lang hierover praten, maar ik wil je laten zien wat voor garantie God jou geeft. Genesis 22, vers... Even kijken waar ik hem heb. Genesis 22, vers 15. Dit is toen God Abraham zei om zijn zoon te offeren. God wilde kijken in hoeverre hij God geloofde. Toen riep de engel en toen hij zijn mes ophief, zei God: stop! Ik wil geen menselijke offers hebben. Ik wilde alleen zien of je... Want wat testte God bij Abraham? Wat God bij Abraham testte op dat moment was zijn geloof. Want God had gezegd: door Isaac zal de hele wereld gezegend worden. God kijkt of deze man opstandingsgeloof heeft. Dat bij God alle dingen mogelijk zijn. God had Abraham gezegd: jij gaat een zoon krijgen. Dat wordt je nageslacht. En na jaren is Isaac geboren. Op een bovennatuurlijke wijze. En nou gaat God een stap verder met hem om te kijken of hij echt gelooft in Gods almacht. Want je moet dit begrijpen. Want God wil niet dat je kind doodt. Want
Hij zegt, offer je zoon. En Abraham legt die zoon daar op het altaar, heft zijn mes op. Maar velen begrijpen niet wat er daar gebeurde. Abraham geloofde op dat moment, als ik je dood, kom jij terug. Want God heeft gezegd, door jou komt de Messias. Je moet dit begrijpen. Anders denk je, ja, laat God iemand zijn zoon offeren. Nee, dat was niet het verhaal. God wil geen menselijke offers. Het blijkt ook wel, want toen Abraham het mes naar beneden wilde brengen, schreeuwt een engel uit de hemel. Hé, hey, doe het niet. Doe het niet. Lees het maar in Genesis 22. Hij zegt, ik ga mijn zoon offeren voor jullie. Jij hoeft jouw zoon niet te offeren. Ik ga mijn zoon offeren. En dan hoort Abraham een beetje geluid in de struiken. Hij kijkt om zich heen en er is een ram. God voorziet zelf in een ram en dan offert hij die ram in plaats van zijn zoon. Dus God wil geen menselijke offers. Maar wat God wilde testen bij deze man is, geloof jij mij? Dat als ik iets zeg, dat hoe onmogelijk het ook lijkt, dat ik het doe? Ik herhaal. Wat God aan het testen is met hem, is geloof jij mij? Dat als ik iets zeg, hoe onmogelijk mogelijk het ook lijkt, dat ik het doe? Daarom staat er ook, hij heeft opstandingsgeloof gehad. Romeinen zegt, Abraham geloofde dat God bij macht... Jezus, wat een man. Abraham geloofde dat God bij machten was Isaac, als Isaac gedood was, terug te brengen. Dat is de God die jij en ik dienen. Garantie, 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 garantie. Wat hij zegt, doet hij als je hem durft te geloven. En nou gaan we terug. Dus dan dacht die engel, hef zijn hand op om het zo te zeggen. Die engel zegt, ik zweer. Het was de Heer God zelf, hè? De engel van de Heer was Jezus. Ik zweer. Als God zegt, ik zweer, betekent dat no escape. Zo zal het zijn. Ik zweer, wat ik gezegd heb gaat gebeuren. Je wordt een vader van vele volkeren. En nou gaan we terug naar de Hebreeënbrief. Want ik wil laten zien, anders begrijp je de Hebreeënbrief niet. En dan in Hebreeën hoofdstuk 7, waar er dus staat, door twee onwrikbare dingen. Joh, als wij tsunami doorbraak willen zien, moeten we dit ook gaan geloven. God heeft gesproken, in de laatste dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. Hij heeft in ons midden gesproken, het is gekomen. Jij moet geloven, het kan niet anders dan dat we gaan zien op alle fronten, op alle gebieden. Het is gekomen. Je moet dat geloven. Hebreeën 6. Nu heeft God degene voor wie de belofte bestemd is, ten overvloede de onwrikbaarheid van zijn besluit willen tonen door de belofte en de eed. Nou begrijp je het. De belofte is wat hij Abraham heeft gegeven in Genesis 12. En de eed is wat hij Abraham heeft gegeven in Genesis 22. God geeft een belofte en een eed. Dan weet je dat je goed zit aan alle kanten. Ik herhaal, God geeft een belofte en een eed, dan weet jij dat je goed zit aan alle kanten. Het evangelie wat jij gelooft, is gebaseerd op een belofte en een eed. Het evangelie wat jij en ik geloven, is gebaseerd op een belofte en een eed. Daarom moet je geen negatieve dingen accepteren. Want er is een belofte en een eed als garantie voor jou en voor mij. Wat belangrijk is, is dat we in constant contact met de Heer leren leven. Als, ik voel God praten hier. Als jij en ik God niet serieus nemen op deze dingen, gaat hij zoeken tot hij iemand vindt die het gelooft. Als jij en ik Gods evangelie in twijfel trekken, hij gaat zoeken tot hij iemand vindt die het gelooft. En hij gaat bewijzen dat hij waar is, dat hij waarachtig is. Weet je hoeveel christenen er rondlopen die zeggen, God geneest geen mensen meer. Maar hoeveel weten dat God in ons midden mensen geneest? Weet je hoeveel mensen er rondlopen die zeggen, ja, je kan niet zomaar gered worden. Eén uit een stad, één uit een dorp. En God moet jou uitkiezen. Maar hoeveel weten dat God massaal mensen redt in ons midden? Het feit dat sommige mensen sommige dingen niet geloven, maakt God niet zenuwachtig. Hij zoekt tot hij eentje vindt. Hij zoekt tot hij eentje vindt. Reinhard Bonke, die had een prediker uitgenodigd
om evangelisatiesamenkomsten bij hem te houden. En Bonkers zijn theorie was, hier kunnen geen wonderen gebeuren, het is harde grond. En hij nodigt een kleine donkere prediker uit om bij hem te komen. En het voordeel van deze prediker was dat hij niet wist wat harde grond was. Wat hij wist is, God is een almachtig God. En hij komt en hij begint te preken. En er gebeuren wonderen en tekenen. Reinhard Bonken zegt, ik heb staan kijken. Ik denk, ik heb het verkeerde ding geloofd, zegt hij. Die Reinhard Bonken, die later zoveel wonderen en tekenen in zijn bediening heeft gehad, is ook in het begin negatief geweest. Hij was op een plek waar mensen bijna niet gered konden worden. Wonderen waren er niet. En hij zei, het is harde grond. Voor God bestaat geen harde grond. Harde grond is bedoeld om overwonnen te worden door gelovigen. En Reinhard Bonken die kijkt ernaar, hij denkt, hij zegt het hè, ik heb het verkeerde ding geloofd. En in één keer, toen hij al die wonderen en tekenen zag, is hij geïnspireerd geworden en kijk wat met hem gebeurt. Ik heb mensen ontmoet die zeiden, ja, ik ga niet bouwen, want als ik het geld niet heb, kan ik niet bouwen. Ik vraag me af of dat Gods theorie is. Ik heb leiders ontmoet in dit land. Die zeiden, ga niet bouwen tot ik het geld heb. Nou, ik zie ze ook niet bouwen. En God laat hun zien van, je kan toch bouwen als je mij gelooft. We hebben dit gebouwd voor de glorie van God. Het feit dat iemand het niet gelooft, wil niet zeggen dat God jou gelijk heeft. Hij gaat eentje zoeken die gelooft wat hij zegt. Ik weet, voordat we dit ding bouwden, ben ik gaan praten met een paar leiders, mannen van God. En ik zei ze wat God met mijn hart gegeven had. Ik denk, ik test het. Ik test het in de goede zin met geestelijke leiders. Ze keken me aan. Ze hoorden het bedrag. Ik dacht, het bedrag gaat ze afschrikken. Ze keken me aan. Ze zeiden, het is Gods tijd voor deze dingen. Het waren geestelijke mannen. Ik weet, ik was bij het 70-jarige viering van Jaap Kooi. En de leiders nodigde hij uit op het platform. Hij liep speciaal naar mij. Hij legde zijn hand op mij. Hij zegt, wat God gezegd heeft, doe het! Als we het niet gedaan hadden, hadden we met z'n allen kunnen zeggen, het is logisch, het lukt niet. God kijkt niet naar logisch, God kijkt naar geloof. En we zijn gaan staan met elkaar, het is gebeurd. Luister, hier lezen wij dat Gods wil is onwrikbaar. Hij heeft een belofte en eed gegeven om het goede werk wat in jou is begonnen voort te zetten tot de dag van Christus. Als jij het niet gelooft, gaat er iemand anders opstaan die het gelooft en God gaat bewijzen dat zijn woord waar is. Alle mensen leugenachtig, God waarachtig. Er lopen heel wat gelovigen rond. Dit kan niet, dat kan niet, zus kan niet. Man, je moet niet gaan bij jouw hersenen, je moet gaan bij wat God zegt. En als God zegt, ik ben een goed werk in jou begonnen en ik kan het afronden tot het eind, moet je God daarvoor gaan geloven. Je moet geloven, bij God zijn alle dingen mogelijk. Zelfs als je hier en daar nederlaag hebt geleden, zelfs als je hier en daar pijn hebt gehad, laat God zijn woord niet los. God zoekt naar iemand om dat ding te bewijzen. God zoekt naar iemand om te laten zien. Hij zoekt naar een Simson. Hij zoekt een Mozes. Hij zoekt een Joshua. Hij zoekt jou. Want hij komt niet meer met Mozes en Joshua. Die mannen zijn al in de glorie. Maar jij bent nou hier. En God zoekt naar iemand hier beneden die het bewijs kan leveren in dit land en op dit continent dat hij een levende God is. En dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Dus je zal moeten begrijpen dat het gaat om een belofte en een eed. Een belofte en een eed. En Jezus heeft dit bekrachtigd toen hij uitriep, het is volbracht. Wij zullen moeten leren geestelijke mensen te zijn. We zullen moeten leren in CC-relatie met de Heer te leven. Om te begrijpen hoe dingen gelegen zijn. Je bent in een Broer, zus, je bent in een bovennatuurlijk koninkrijk gekomen. En als je probeert natuurlijk daarin te werken, het gaat je niet lukken. Je gaat gefrustreerd raken. Als je met God in zee gaat, moet je bovennatuurlijk gaan denken. Voor je gezin, voor je huwelijk, voor je financiën, voor je gezondheid. Je zal moeten leren bovennatuurlijk te denken.
Ik kan ook niet helpen dat hij een bovennatuurlijke God is. Dat kan ik niet helpen. Als je de hele tijd gaat bij dit lachen bezig, je moet je verstand gebruiken. Als er een bus komt, spring aan de kant. Als het stoplicht op rood is, wacht alsjeblieft. Als er een slang op je afkomt, ren. Als ze je siankali geven, drink het niet. Dus gebruik je verstand. Maar als het komt om God te geloven voor wonderen en tekenen, dat is een ander niveau als jouw verstand en mijn verstand. Je zal God moeten geloven. Er is geen verklaring voor, je zal God moeten geloven. En dat is wat hij hier zegt. Laat ons het nog een keer lezen. Nu heeft God degenen voor wie de belofte bestemd was of is, ten overvloede de onwrikbaarheid van zijn besluit willen tonen door die belofte met een eed te bekrachtigen. Deze twee daden zijn onherroepelijk. Deze twee daden zijn... Mantarabaya, mensen die Gods woord willen belachelijk maken, gaan beschaamd uitkomen. Christenen die Gods woord niet willen geloven, gaan beschaamd uitkomen. Ze zullen naar anderen kijken en zeggen, jee, het kan toch. Ik dacht dat het niet kon, maar kijk, het kan. Als jij niet wil, God vindt de anderen. God vindt echt niemand. En dan staat er, deze twee daden zijn onherroepelijk en daardoor is het onmogelijk, let op de woorden, onwrikbaarheid, onherroepelijk, onmogelijk. Ik ga het nog een keer lezen. Nu heeft God degene voor wie de belofte bestemd is, ten overvloede de onwrikbaarheid van zijn besluit willen tonen, door die belofte met de eed te bekrachtigen. Onwrikbaarheid. Deze twee daden zijn onherroepelijk. En daardoor is het onmogelijk. Hij probeert ons wat te zeggen. Onwrikbaar, onherroepelijk, onmogelijk. Voor ons die bij hem onze toevlucht zoeken, zijn ze dan ook een krachtige aansporing om ons vast te klampen aan de hoop die voor ons ligt. Mensen, is een plek om God groot te maken. Wauw! Onherroepelijk, onwrikbaar, onmogelijk, moet jou brengen tot een krachtige aansporing. En dan staat er, die hoop is vast en is een vast en veilig anker voor ons leven. En ze reikt tot achter het gordijn, tot in de hemel om het zo te zeggen, van het heiligdom in de hemel. Ik hoop dat je begrijpt dat God een goed werk is begonnen. Hij wil dit werk voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Wij hebben in ons midden de grote waarheid. Het is gekomen. En mensen, wij zullen moeten leren God te vertrouwen dat hij die gezegd heeft, het is gekomen, dat hij het uitwerkt voor je. Je moet geloven dat hij het uitwerkt voor je huwelijk, voor je kinderen. Je leeft in een dangerous world. Je leeft in een gevaarlijke wereld. Maar je moet geloven dat die grote en almachtige God, almachtige God, die jou in die dangerous wereld geplaatst heeft, bij machten is je te helpen, zijn werk uit te voeren met je, en dat je demonstreert dat Jezus leeft. Dit is jouw uur, dit is mijn uur. Hij is een goed werk in ons begonnen, en hij wil het voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En mocht je denken dat het niet kan, kijk naar mijn leven. Iedereen die mijn leven bestudeert moet zeggen, er is iets vreemds daar. Toen mijn broer hoorde wat we hier gedaan hadden, hij schreeuwde het bijna vanuit Suriname naar Nederland. Hij zegt, dat heb jij niet gedaan. Dat heeft de God van Abraham, Isaac en Jacob gedaan. In één keer gaat mijn broer tegen mij preken. Kijk naar mijn leven, bestudeer mijn leven. Er is maar één conclusie te trekken. Er is een levende God in het leven van deze man. Maar diezelfde God is ook in jouw leven. En je moet God gaan vertrouwen dat het plan wat hij met jouw leven heeft, dat hij het gaat uitwerken. Wat nodig is, is nederigheid. Nederigheid, nederigheid, nederigheid. Denk niet dat jij wat bent. Je bent wat in hem, maar jezelf heb je hem nodig. Laat ons niet te veel van onszelf denken. Alles wat God je gegeven heeft, heb je gekregen. Maar gebruik het voor hem. Gebruik het voor zijn glorie, voor zijn eer.
En hij is een goed werk in jou begonnen. En de duivel gaat alles doen om je te stoppen. Omstandigheden gaan alles doen om je tegen te houden. Maar jij moet door je CC-relatie in contact met hem blijven en geloven, het komt. Ik heb dat lied gezongen een paar jaar. The Spirit of the Lord is falling. The Spirit of the Lord is falling. There is a new day dawning. The Spirit is falling. The Spirit of the Lord is falling. Dit lied heb ik in de nacht gekregen. Ik ben geen songwriter. In mijn slaap zie ik een man, het lijkt op een Joodse man. En hij begint te zingen. The Spirit of the Lord is falling. En ik sta naar hem te kijken. The Spirit of the Lord is falling. There is a new day dawning. The Spirit is falling. The Spirit of the Lord is falling. En ik zeg tegen hem, zing je dat gewoon? Ja, zegt hij. En hij legt me uit eigenlijk dat dat is wat God aan het doen is. We hebben het een paar keer hier gezongen. En misschien heb je gedacht, waar blijft het? We zitten er middenin vandaag de dag. We zitten er middenin. Die geest is aan het bewegen. Niet alleen hier. Hij is over het land aan het bewegen. Ik praat met leiders. Ik hoor het. Iemand zei, 35 mensen hebben zich bij ons bekeerd. Hij zei, dit is nog nooit gebeurd. Een ander zegt, ik heb 40 dopelingen. Is nog nooit gebeurd. Een ander zegt, ik heb 30 dopelingen. Is nog nooit gebeurd. Something is going on. Er is iets gaande. Het is gekomen, mensen. En God heeft jouw geloof en mijn geloof nodig om dit land te helpen. Want er is een leven na dit leven. Als je sterft zonder Jezus, is heel lastig. Is heel lastig. Want hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het graf overwonnen. Hij heeft de hel overwonnen. Hij is de enige van wie dit gezegd wordt. Dat hij het graf heeft overwonnen. De dood heeft overwonnen. De hel heeft overwonnen. Ik ken niemand anders die dat zegt. Van Jezus staat er. Hij heeft het graf overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de hel overwonnen. Hey! Dat maakt dat. Als jij iemand anders weet die dit zegt. Kom naar me toe vertellen dan. Dit maakt het christendom uniek. Het christendom steekt met kop en schouder boven al het andere uit. Omdat daar zie je dat God naar beneden komt om de mensen te helpen. In alle andere godsdiensten doen mensen hun best om naar boven te gaan. Nu is boven naar beneden gekomen. En deze man bewijst het. Hij overwint de dood. Hij overwint het graf. Hij overwint de hel. Hij heeft boze geesten eruit Eigenlijk als je rondom Jezus liep, zag je geesten overal vliegen. Hij gooide boze geesten eruit. Genas mensen, bevrijde mensen. En die Mankarama Gandarabaya, diezelfde God zit in jou en in mij. We zullen hem moeten geloven voor doorbraak, op doorbraak, op doorbraak, op doorbraak, op doorbraak. Het beangstigt mij dat zo'n God in me woont. Dat moet gezien worden. Laat ons de hoofden buigen met elkaar. Wauw.